Welkom bij een nieuwe vlog namens alle geestelijke verzorgers van NNCZ. Met dit keer een verhaal die ik graag aan jullie wil voorlezen. Om op deze manier toch een beetje met jullie in verbinding te staan. En een thema aan te kaarten waar jullie wellicht nu allemaal wat tegenaan lopen. Het is een verhaal van Toon Tellege. Hij is schrijver, dichter en arts. En hij is vooral bekend om zijn dierenverhalen. Dus hij schrijft korte verhalen met altijd een paar dieren centraal. Die de kwesties des levens eigenlijk beschrijft. Dus de dingen waar wij ook in het dagelijks leven tegenaan lopen. Vaak ook emotionele dingen. Die omschrijft hij op een hele speelse manier. Vertolkt door verschillende dieren in een bos. Zo ook in dit verhaal over de eekhoorn en de mier. Waarbij het thema missen centraal staat. En ik denk dat op dit moment jullie allemaal op jullie eigen manier ook missen. Ja, dat jullie je dierbaren missen, jullie vrijheid, jullie vertrouwen in de toekomst. En in dit verhaal wordt ook onderzocht wat er nou onder dat missen wordt verstaan. En ik hoop dat jullie daar wat inspiratie uit kunnen halen. En wellicht is het ook interessant om na het voorlezen van het verhaal hier ook nog met elkaar op terug te komen. In hoeverre jullie iemand missen of iets missen en wat dat dan ook is. Dus kunnen jullie met elkaar uitwisselen of op een later moment zelf nog eens over nadenken. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Ik hoop dat u een beetje comfortabel zit. Dat het rustig is in de omgeving, zodat u naar dit verhaal kan luisteren. Veel plezier. Op een ochtend klopte de mier al vroeg op de deur van de eekhoorn. Gezellig, zei de eekhoorn. Maar daar kom ik niet voor, zei de mier. Maar je hebt toch wel zin in wat stroop? Nou, een klein beetje dan. Met zijn mond vol stroop vertelde hij waarvoor hij gekomen was. We moeten elkaar een tijdje niet zien. Waarom niet? Vroeg de eekhoorn verbaasd. Hij vond het juist heel gezellig als de mier zomaar langskwam. En hij had zijn mond vol pap en keek de mier met grote ogen aan. Nou, om erachter te komen of we elkaar ook zullen missen, vertelde de mier. Missen? Vroeg de eekhoorn. Wat is dat? Missen, je weet toch wel wat dat is, antwoordde de mier. Nee, zei de eekhoorn. Nou, missen is iets dat je voelt als iets er niet meer is. En wat voel je dan? Ja, daar gaat het nou juist om. Dan zullen we elkaar dus moeten missen, zei de eekhoorn verdrietig. Nee, zei de mier, want we kunnen elkaar ook vergeten. Vergeten? Jou? Riep de eekhoorn. Nou, zei de mier, schreeuw maar niet zo hard. De eekhoorn legde zijn hoofd in zijn handen. Ik zal jou nooit vergeten, zei hij zacht. Nou ja, zei de mier, dat moeten we dan nog maar eens afwachten. Dag! Heel plotseling stapte hij de deur uit, liet zich langs de stam naar de beuk naar beneden zakken en de eekhoorn begon hem eigenlijk al onmiddellijk te missen. Mier, riep hij, ik mis je! Zijn stem kaatste heen en weer tussen de bomen. Dat kan nu nog niet, zei de mier. Ik ben nog niet eens weg. Maar toch is het zo, riep de eekhoorn. Wacht nou maar eens even, klonk de stem nog van de mier in de verte. De eekhoorn zuchtte en besloot te wachten. Maar hij miste de mier steeds heviger. Soms dacht hij even aan de beukennotenmoes of aan de verjaardag van de tor die avond. Maar dan miste hij de mier weer. En smiddags hield hij het niet langer uit en ging hij naar buiten. Maar hij had nog geen 3 stappen gedaan of hij kwam de mier alweer tegen. Moe, bezweet, maar tevreden. Het klopt, zei de mier. Ik mis jou ook. En ik ben je niet vergeten. Zie je wel, zei de eekhoorn. Ja, zei de mier. En met hun armen om elkaars schouders liepen ze langs de rivier om naar het glinsteren van de golven te kijken.
Bedankt voor het luisteren van dit verhaal. Laat het nog even op u inwerken. Bespreek het met elkaar. En hopelijk tot gauw in het echt. En voor nu tot de volgende keer.